Welkom bij deel 2 van de Discord Squid Game. In deze aflevering ga je erachter komen wie de eerste Squid Game heeft gewonnen. En afgelopen vrijdag hebben wij een tweede Discord Squid Game gehouden. En dit was echt een super groot succes. Deze kan je nog terugkijken, de link staat in de beschrijving. Maar voor nu, veel plezier met deel 2. Ryan, we zijn echt fucked. Kandidaat nummer 7, jij bent voltooid. Kandidaat nummer 3... Jij bent voltooid. Kandidaat nummer 5. Jij bent voltooid. Kandidaat nummer 10. Jij bent geëlimineerd. De tijd is om. Kandidaat nummer 9. Zou jij de andere kant van jouw tekening kunnen laten zien? Deze is afgewezen. Kandidaat nummer 9 is geëlimineerd. Kandidaat nummer 11. Zou jij jouw gescheurde tekening aan ons kunnen laten zien? Ja, ik ga de andere laten zien, oké? Kijk hier. Oh, kut. Deze is goedgekeurd. Dan gaan wij nu door naar een volgend spel. Geef mij even een aantal seconden om dit spel voor te bereiden. Jullie mogen met elkaar discussiëren. Wij zijn echt een pro-kandidaten. Ja, nog met z'n vijven. Ja. Ja, wij zijn hier echt goed. Ik vind het wel een beetje jammer dat Ryan wel de enige jongen is die nog meedoet. Ja. Ik heb wel voice changers, dus we kunnen wel... Hallo, Gamer Girls! Doe maar. Dames en heer. De volgende opdracht is marbles. Wow, oké. Aangezien wij nog met 5 mensen over zijn, in plaats van 6... Betekent dit dat één iemand al door is? Degene die al door is, is degene die als eerst zijn of haar rode voorwerp kan laten zien in de webcam. Oké, ik heb hem al hier. Kandidaat nummer 06 heeft gewonnen en is door naar de volgende ronde. Willen jullie koppels maken van 2 personen? Hé, hey, Ryan. Wil je gezellig met mij een koppeltje worden? Fair. Is goed. Kandidaat nummer 3 en 5. Zijn jullie er oké mee dat jullie mee gaan doen met elkaar? Ik zie duimen. Kan ik even een mondige ja horen? Moet ik iets doen? Nummer 11, stil. Ik zie kandidaat 03 en kandidaat 05 gejoined. Deze opdracht is simpel. Wees degene die wint en degene die verliest wordt geëlimineerd. Hij is goed bedacht als tegelopdracht. Dan gaan wij nu beginnen. Kandidaat nummer 3, kandidaat nummer 5, zijn jullie er klaar voor? Eigenlijk niet, maar kom maar op. De knikkergame is van start. De andere kandidaten mogen eventueel verslag geven van deze game. En je ziet Random Milan hier. Hij staat hier. Ja, oh, kan ik zo zien? Dit lijkt te veel. Oké, we zien hier Random Milan. Oh, framerate van 3 frames per seconde. En op dit moment staat het er beter voor. Judith staat voor. Judith zit wel heel erg voor. Maar nu neemt een enorme afzijweg. En zorgt ervoor dat hij nu voor komt te staan. Never mind. Inmiddels al in de spiraal, maar zit ook wel een beetje tegengehouden door de palen. En oei, gaat toch verder met haar hyena profielfoto. Ja, ze staat vast, hè? Ze staat niet vast bij een blok. Linda Pinna, gewoon Judith met de profielfoto van een bloem en een G en een J. Ook sub, niet VIP, maar rolt nu inmiddels ook de spiraal in. Wat gaat er gebeuren? Wie is de verliezer? En wie wordt geëlimineerd? Lilay is weer aan het bewegen, zo te zien. Dus dit wordt wel spannend. Gewoon Judith. Gelukkig. Ik sta hier op de tweede plaats. Het einde is in zicht voor deze eerste knikkerwedstrijd. Het is toch echt tussen gewoon Judith en Lilay die samen aan kop gaan. En Lilay, die wil toch niet voor geëlimineerd worden. En daar doet ze alles aan. Lilay, oor op. Een paar laatste meters. En ze doet het! Lilay wint. Dit betekent kandidaat nummer 5. Is geëlimineerd. Het is dan nu ook aan kandidaat 7 en 11
ga van je binnen, Elf, hoe erg ik je ook mag. Ah, ik wil nog niet dood. Dan geven we even de ik mensen... Ik speel mee onder de naam Henry en trouwens. Kandidaat nummer 11. Wil jij niet meer praten zonder toestemming? Sorry. Anders word je voor deze knikkerrace geëlimineerd. Alsjeblieft, okay. Rijn, praat maar. Kandidaat nummer 7, hetzelfde geldt voor jou. Dan gaan we van Let's start. Let's go! En daar gaat de volgende knikkerwedstrijd. Eentje als een tractor. Eentje als een knikker. Kandidaat 7 neemt de leiding. Maar alles kan nog gebeuren. Kandidaat 7 en kandidaat 11 zitten erg dicht bij elkaar. Dit is maar een kleine map. En momenteel staat kandidaat nummer 7 boven kandidaat nummer 11. Kandidaat nummer 7 schiet enorm naar boven. En weet te winnen van kandidaat nummer 11. Dit betekent dat kandidaat nummer 11 nee! wordt geëlimineerd. Nee, nee! Nog maar z'n drieën. Kandidaten, gefeliciteerd, jullie zijn aangekomen in de finale ronde. Mogen alle driehoekjes en de vierkant zich unmuten en feliciteren voor de finalisten. Gefeliciteerd. Dank jullie wel, driehoeken en vierkant. Dames. Zijn jullie klaar voor de finale ronde? Ja hoor. Ja. Vierkantje. Zou jij met mij kunnen overleggen? En zou jij de finalisten rank kunnen geven? Vertel mij wanneer dit is gelukt. Nou meid, ik ben echt trots op jullie. Kom, ja. Dank je. We hebben de rankje tegen, hè? Finalisten, zijn jullie bekend met de werking van Discord? Misschien. Weet ik niet. Jullie hebben zojuist de rank gekregen om elkaar uit te schakelen. Degene die als laatst overblijft, is degene die wint. De wedstrijd begint. Is al begonnen. Schijnbaar. Is al begonnen? Is die begonnen? Wat is dit nou? We hebben geen winnaar! Hallo. En we gaan dit heel even opnieuw doen. Kandidaat nummer 7. Jij hebt niet naar mij geluisterd. Jij begon voordat ik het aangaf. Ik knikte die ene echt te vroeg, dus ik zei oh. Dit betekent dat jij bent geëlimineerd. Dames, de regels gelden nog steeds hetzelfde. Maar dit mag pas wanneer ik het sein geef. Degene die als laatste is geëlimineerd, wint de prijs van een almost normal pet. Voor mijn driehoekjes onder ons en de vierkant, let goed op wie degene is die er als eerst wordt geëlimineerd. Dit finale spel begint in 3, 2, 1, go. Dames en heren, jongens en meisjes, wij hebben de eerste winnares van de Discord Squid Game. Let's go! Kandidaat nummer 06. Jij hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Wat zou jij nog willen delen? Iedereen die mee heeft gedaan. Het was heel leuk om te doen. Het was echt leuk om te doen. Duidelijk.
Gefeliciteerd, jij wint een almost normal pet. Jezus. Oké, we worden allemaal klaar. Dames en heren, jongens en meisjes. De winnares is bekend. Kandidaat nummer 06, ook wel Emietje, is de winnares van de allereerste Squid Game Discord editie. En dit was alweer de eerste versie van de Discord Squid Game. Inmiddels hebben we er al meerdere gespeeld en het was super, super leuk. Doe jij de volgende keer mee? Laat het in ieder geval weten in de reacties. En voor nu, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer.